over, als je over milieu begint, ja, en als je zegt van ik ben milieubewust, dan is gewoon de allereerste stap vegetariër worden. Want voor vlees te maken, dat is het duizendvoudige dat daarvoor geproduceerd wordt, energie nodig is en water nodig is, het duizendvoudige, het tienduizendvoudige van hetgeen dat voor plantaardig voedsel is. We zijn aan met 7 miljard mensen op de wereld, hè. Wel, als we allemaal vegetariër zijn, is er eten voor heel Afrika verederingen, zeg gerust. Ik zeg dat vroeger zat de zee, ik zeg in de jaren 60, 70, zat de zee nog vol vis. Garnalen, krabben, alles zat te pladazen, alles was er. We moesten nog sandalen aandoen voor de krabben, omdat die pitsen aan ons tenen. Dat is allemaal weg nu. Dat is in 40 jaar tijd dat ze heel de Noordzee hebben leeggevist. Je kent de stadswissel. Ja, dat is zo. En vanachter is dat de wc. Helemaal nieuw. Mooi, hè? Niet geweest. En we moeten een keer gaan. Want ik kom daar, ik zit op het toilet. Wat deed dat met het milieu te maken? Ja, ik ga het zeggen. Okay, ik ga het zeggen. Okay, ik kom op het toilet. En in één keer, ik sta nog altijd recht in het toilet. En die jas gaat. Oké, die jas gaat. Ik heb niks gedaan. Oké, doe mijn behoefte. Ik duw op die knop. Dat is een zwarte knop. Oké, het is goed. Ik sta recht. En nog eens, drie keer dus. Ik ga buiten. Achter mij, de deur is nog niet toe. Hoor ik terug die jas. Wat is daar het probleem? Dat is een groot probleem. Nou, wat ik erover weet is dat er door CO2-uitstoot heel veel smog in de lucht zit. Waardoor, dat er ook veel dieren onder lijden. Bijvoorbeeld door vervuiling, plastic in de zee. Gaan er veel dieren dood. Bijvoorbeeld als het goed is een walvis of zo. Ja. Nou, en die lijden daaronder doordat wij vervuilen. Er moeten minder bomen gekapt worden in onze natuur. Want hoeveel bomen er weggaan, hoeveel meer gebouwen en vervoer er komen. Ja. Hoeveel meer slechte weer er krijgen of CO2, zuurstof. Ja. Dus daarom vind ik dat de bomen en natuur dat dan ook blijft staan. Moet blijven staan. Ik vind dat we veel minder plastieke zakken moeten gebruiken in supermarkten. Want vorige week ben ik naar de supermarkt gegaan, hier ergens dichtbij. Ja. En mijn vader heeft, toen hij binnenkwam, heeft hij al 10 plastieke zakken gepakt. En ik heb gezegd dat het eigenlijk niet zo goed is voor het klimaat. En hij zei zo, maar daar kunnen we niks aan doen, tenzij er iemand een oplossing voor heeft. Toen zei ik oké, en heb ik dat genegeerd. Maar toen wist ik dat eigenlijk slecht is en hoeveel eigenlijk wij gebruiken, plastieke zakken. En hoeveel mensen dat zomaar in de zee gooien, ik vind dat gewoon niet kunnen. Dus als ik iemand dat zie doen, zou ik wel een woordje met hem uitleggen.